Het Scheffersplein, vernoemd naar schilder Arie Scheffer. Normaal altijd het Terrassenplein, maar met Koningsdag de plek van Meet in Dordrecht. Echte Dordtse ondernemers kunnen hier hun producten presenteren aan de koning. Denk aan de oranje liqueur van distilleerderij Rutte en het speciale Koningsbrood. Ook Enjoy Chocolate aan de Voorstraat heeft speciaal iets voor Koningsdag gemaakt. Dit is ons Koningsdag assortiment voor 2015. Speciaal omdat koning Willem-Alexander en Maxima deze kant op komen, hebben we het wat uitgebreider aangepakt. Lijstjes met mooie portretjes, helemaal van chocolade. Bonbonnetjes met portretjes, ook van de prinsesjes. Al zeg ik het zelf, ik vind het schatjes. Eigenaresse Corine van Meij is blij met de aandacht voor de ondernemers in het programma. Dat er dan ook ruimte is voor juist die lokale ondernemers uit voornamelijk de binnenstad, die allemaal met hart en ziel aan een mooi product werken en voor hun product staan. Ja, geweldig. Gaan we eens kijken of ze eruit willen komen. De koning en de koningin. Ja hoor. Toch heeft ze zelf bedankt voor een plekje op het Scheffersplein. Wij hebben daar echt meerdere redenen voor om dat niet te doen. En de Koningsdag zelf, ja, vergis je niet, voor ondernemers die open zijn, is het ook een behoorlijke investering. Dus we gaan gewoon zorgen dat we met elkaar er een hele goede dag van maken. En dat moet hier op deze vierkante meters gebeuren. Het Scheffersplein krijgt daar al weinig kans toe. Hè. De horecagelegenheden die daar zitten, die mogen pas om 1:30 hun ding gaan doen, hè, om het maar even heel populair te zeggen. Daarin wil ik ze zeker niet in de weg zitten. Als ik daar zou staan, ik zou als laatste met mijn spullen weg zijn, zou ik mezelf dat nooit vergeven. Dus ja, ik hoop dat ze ook daar, na de presentatie van die ondernemers, er gewoon nog lekker een heel erg gezellig ouderwets Dordts koningsfeestje van maken.